Goedemorgen allemaal op deze mooie zonnige vrijdagochtend. Ik heb vandaag een vrije dag en ik dacht misschien is het wel leuk om een keer te laten zien wat ik dan precies doe op een vrije dag. En het allereerste wat ik ga doen is dat ik straks naar Eva Roodmaker ga. En zij heeft een podcast genaamd De Weg naar Succes. En zij heeft me daar uitgenodigd voor een gesprek. Over waarom ik mijn bedrijf heb, waarom ik doe wat ik doe. En ik denk dat het echt wel een heel leuk gesprek gaat worden. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dat komt binnenkort online. En ik zal de link even in de beschrijving onder deze video zetten. Dus dat ga ik eerst even doen. Ik ben wel een beetje, klein beetje zenuwachtig. Want normaal gesproken, ik sta voor het beeld natuurlijk. En nu hoor je mij alleen. Dus ja, ik vraag me af gewoon hoe dat gaat. Ik ben gewoon benieuwd. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ervan moet denken. Maar het wordt vast wel heel erg leuk. Dus ik ga snel mijn spullen pakken. Het is echt lekker weer, dus ik denk niet eens dat ik een jas aan hoef. En dan ga ik op naar Eva. Mag jij hetzelfde even doen? Is dit niet goed voor je? Test. Even. Okay. Ja, we gaan. Test. Moet ik iets zeggen? Of? Ja, dat is perfect. Zo, wij hebben dus net de podcast opgenomen. Ja, ik vind het eigenlijk wel tof eigenlijk. Het is ook wel fijn om niet op beeld te moeten eigenlijk. Kan je gewoon lekker in je pyjamaatje zitten en zo. God, ik weet nu eigenlijk helemaal niet meer waar ik uit ben gekomen. Dat is soms zo'n knoest, hè. Oh, hier is het. Hoe gaat het open dan? Oh. Nou, Demi in de wijde wereld hoor. Soms snap ik nog helemaal niks van hoe liften en zo werken. Oeh. Zo, ik ben weer thuis. Het is echt zo benauwd buiten. Vooral gehad over hoe definieer ik succes, hoe kijk ik naar succes. Heb ik zelf succes behaald, want ik ben daar zelf altijd heel erg sceptisch over. Doelen en ook een klein beetje over mijn jeugd. Dus ik vond het wel een fijn gesprek. En ik ben gewoon een beetje buiten adem, want ik heb zo snel gefietst. En het is buiten zo benauwd dat mijn luchtpijp gewoon aan het snokken is naar adem. Extra broeierig is, maar even snel omkleden dus, even wat eten, want ik heb alweer trek. En dan pak ik de trein naar Utrecht en dan heb ik een gesprek met Theo, goede zakelijke vriend van mij, maar ook eigenlijk sparringspartner. Altijd heel erg gezellig. Dus waarschijnlijk gaan we ook wel nog wat lekkers eten in Utrecht, dus ik moet niet al te ongezond eten, want ik ken Theo en mij. Dat gaat sowieso taart worden. Zo, dit is mijn florisante lunch. Vegetarische filet américain met een beetje rucola en een paar tomaatjes. Ik weet dat we straks ongezond gaan eten. Dus dan kan ik nu beter even mijn groentes binnenkrijgen. En hier hoort de neus in de mond bedekt te zijn. Moet eens even zwaaien, Theo. Lekker taartjes. Taartjes. Rabarbertaart, koffie. Met aardbeien. Vlierbloesem. Siroop was het. Ja. En worteltaart. Dit is een vlog takeover van de vlog van Demi. We Demi iets te heet onder de voeten, dus kreeg ik de camera in mijn handen geduwd. Ja, kom je te ontmoeten. Ja, het is de eerste keer dat we zo samen zitten hier. Ja, en, wat leuk. Het was zeker leuk, want we zouden hier samen gaan komen om inderdaad een videoserie te bespreken. Nou, ja. We hebben er van alles gehad, behalve een serie. Maar dat was met het eerste gesprek toch? Ja, dat is zeker waar. Ik gooi jou er ook steeds bijna vanaf, zie je dat? Ja, dat mag hoor. Maar ga je me nog vertellen wat in die koffer zit, want dan heb je er wel uit. Ik kan jou laten zien wat er in de koffer zit. Dit is een miljoenenjacht. Een koffertje, ja, een miljoenenjacht. Dit is miljoenenjacht. Dit zit in mijn leven in deze koffer. Jee. Ja. Daar zit wel veel in. Alles wat ik nodig heb met klanten. En stroopwafels. Goedenavond. Wij zijn zojuist thuisgekomen van lekker uit eten zijn geweest. We hebben hamburgers gegeten bij Alice. Dus als je van hamburgers houdt en je op zoek bent naar een lekker restaurant, dan moet je daar zeker een keertje naartoe. We zijn al eventjes thuis en ik heb net even make-up afgehaald. Ik ben al een beetje moe eigenlijk, want het was best wel een heftige week deze week. En ook vandaag was best wel druk qua planning. Maar ik hoop dat deze vlog, korte vlog, ja, een beetje een beeld heb gegeven wat ik op zo'n vrije dag allemaal doe. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je heel graag de volgende keer. Doeg!